De scouting in Zetten hoopt binnenkort een begin te kunnen maken aan de makeover van hun blokhut. Het doel is om de blokhut te verduurzamen en op te knappen, zodat de bevers, welpen en scouts een mooi en vooral duurzaam gebouw hebben wat nog jarenlang mee kan. Gedurende het hele jaar organiseert Scouting Zetten speciale initiatieven en acties om op creatieve manieren geld in te zamelen voor de verbouwingen aan de blokhut. Gelukkig staan ze hier niet geheel alleen in. Van zowel de Rabobank als Alpha Accountants en Adviseurs ontving de scouting een donatie. Het voordeel van zo'n donatie is dat we dan dus niet nog een extra actie hoeven te houden. Dus dat we dus de programma's gewoon kunnen draaien. En dat we dus niet op een zaterdag geld in hoeven te zamelen. Van de ledenraad van de Rabobank hebben we 1000 euro gedoneerd gekregen. En van Alpha Accountants en Adviseurs hebben we 2000 euro gedoneerd gekregen. Dat is een heel mooi bedrag. En daar kunnen we in ieder geval een deel van de verduurzamingsmaatregelen voor uitvoeren. Maar we zijn er helaas nog niet. Dus we zullen nog wel heel even door moeten met acties en sparen om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk alle stappen kunnen zetten die we graag willen zetten. De blokhut van Scouting Zetten heeft in de ruim 70 jaar van haar bestaan al vaker makeovers gehad. Een aantal jaar geleden werd de blokhut nog verbouwd, maar het gebouw is nog steeds niet zo duurzaam als een huis. Zelf zit de scouting ook niet stil en hebben ze jaarlijks meerdere initiatieven om geld in te zamelen voor hun clubhuis. We beginnen eigenlijk aan het begin van dit jaar altijd met de potgrondactie. Dat is een actie die we met de hele club doen. Dan gaan we door het dorp heen en samen met de kinderen verkopen we dan zakken potgrond en koemestkorrels. Nou ja, om de tuinen alvast even een beetje op te fleuren. Ook gaan de kinderen langs de deuren aan het einde van het jaar om loten te verkopen. Er zouden ook nog subsidies voor duurzame maatschappelijke ondernemingen binnengehaald kunnen worden via de overheid. Wat we concreet gaan doen, we gaan eerst inventariseren. Van hoe vaak gaan de deuren open? Hoe vaak loopt er iemand ergens door het gebouw heen? Hoeveel stroom gebruik je nou echt op de momenten? Bij een scoutinggebouw is het anders dan in een huis. Zo zijn er op een scouting piekmomenten omdat men er niet de gehele dag en nacht is. Dat is heel moeilijk. Ik denk toch dat je meer tegen de technologische dingen aankomt. Dus sensoren in de hal, zodat mocht er iemand langslopen, dat dan de lampen aan zijn. Dat als het alarm op het gebouw aangaat, dat dan echt al het water uitgaat, dat dan ook alle lichten uit zijn. Je kunt ook denken aan dat je natuurlijk licht gebruikt, dus lichtstraten of met spiegellichtstraten, zulke soort initiatieven.